Kan uit niets leven ontstaan? Ik denk het wel, want jij en ik zijn hier nu. Maar hoe dan? Jarenlang dacht ik eigenlijk dat er gewoon simpelweg geen antwoord was op die vraag. Hoe dat dan zou moeten werken. Maar er is gewoon wel een antwoord wat op middelbare scholen eigenlijk bij biologie niet echt behandeld wordt. Dus leek het me interessant om het vandaag aan jou een klein beetje uit te leggen. Ik ga proberen logisch uit te leggen hoe uit niets leven kan ontstaan. En dat heeft vervolgens best wel grote implicaties voor ons universum. Want als op aarde uit het niets leven kan ontstaan, kan dat ook op andere planeten. We zijn zeer waarschijnlijk niet alleen in het universum. Best wel een enge gedachte, maar het alternatief is eigenlijk ook best wel eng. Dat we wel helemaal alleen zijn tussen die miljarden, miljarden sterren en planeten. Voordat ik begin met uitleggen hoe uit het niets leven kan ontstaan, wil ik eerst een klein beetje terug naar middelbare school biologie. Namelijk, ja, toch wel het allerbelangrijkste onderdeel. Ik onderbreek deze video voor een korte boodschap van onze sponsor, Y-Food. Ik ben ondertussen al 3 jaar lang trots Y-Food ambassadeur. Nog steeds ben ik groot fan en ik zou zeggen als een product ergens symbool voor staat, is het wel efficiëntie. En wat is nou het toppunt van efficiëntie? Een reclamefilmpje maken, gemaakt van oude reclamefilmpjes. Dus wat heb ik nou allemaal ooit verteld over dat Y-Food? Het is bijvoorbeeld het product dat ervoor zorgt dat ik iedere ochtend extra lang in bed kan blijven liggen. Omdat ik geen tijd meer kwijt ben aan het bedenken en bereiden van een gezonde maaltijd. Oké, shaker. Overdraaien, koepie, schudden. Alsof je het leven ervan afhangt. En kijk eens aan, je gezonde maaltijd is klaar. Ik ga momenteel zelf op een rap tempo door al die dozen heen. Hot day. Ik heb echt heel veel Y-Food in mijn koelkast. Happy weer. Echt een fantastisch product als je zin hebt in een snelle, gezonde en een lekkere maaltijd. En gebruik code RICKYouTube voor 10% korting. Terug naar de evolutie. Op een gegeven moment is er wel leven en dat leven plant zich voort. En heel af en toe bij die voortplanting ontstaan er hele kleine foutjes, mutaties. Meestal zorgt zo'n kopieerfoutje voor een slechtere kopie. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een hond kinderen krijgt die blind zijn. Nou, die krijgen dan minder waarschijnlijk kinderen en die mutatie sterft uit. Maar heel af en toe ontstaat er een mutatie die juist wel gunstig is. Stel je bent een paard in de woestijn die moeite heeft met bladeren eten uit bomen. Want die bladeren hangen best wel hoog. Maar op een gegeven moment komt er een mutatie waardoor je een iets langere nek krijgt. Dat geeft je een iets hogere overlevingskans ten opzichte van die kleinere paardjes. Je kan namelijk beter eten. Je gaat minder waarschijnlijk dood en daarmee is het waarschijnlijker dat je weer kinderen krijgt en die genen worden doorgegeven. Over een span van miljoenen jaren gaat dit door en door en door en die nek wordt langer, langer en langer. En op een gegeven moment heb je dan een giraf. Nu vraag je je misschien af, maar wacht eens even, waarom hebben we dan geen paarden met lange nekken in Europa? Waarschijnlijk vanwege de simpele reden dat er ook een heleboel voedsel op de grond zit. In de woestijn valt dat toch wel heel erg tegen, een hele hoop dode troep. En de paar plantjes die wel op de grond groeien, die hebben allemaal lijpe stekels, zodat ze niet gegeten worden. Dat heeft zich ook langzaam door middel van diezelfde evolutie ontwikkeld. Wat ik persoonlijk nou zo prachtig vind aan evolutie, is dat het ervoor zorgt dat bijna overal leven ontstaat. Als er ergens kilometers diep in de zee geen leven is er eigenlijk ook geen concurrentie, maar wel wat voedingsstoffen. Dus langzaam zal er dan via evolutie een wezen ontstaan dat daar wel kan leven. Het is bijna een soort vraag en aanbod. Het leven kruipt gewoon alle kanten op waar het heen kan gaan. Een of andere totaal niet bekende bioloog met de naam Charles Darwin kreeg op een gegeven moment van een collega een pakketje met daarin een bloem waar de nectar heel diep in de bloem zat weggestopt. En Darwin voorspelde, dan moet er wel een insect zijn met een gigantisch lang dun snuitje om die nectar op te zuigen. Het enige ding was, dat beest konden ze niet vinden. Tot tientallen jaren later. Deze mot werd ook wel the predicted one, de voorspelde genoemd. Hier heb je een foto. Fucking lijp. Als we het hebben over evolutie, hebben wij mensen vaak de neiging om te doen alsof evolutie iets wil. Evolutie wil een langere nek. Evolutie wil stekels op een plant. Evolutie wil helemaal niks. Het is gewoon een proces waarin een heleboel variaties ontstaan en de verkeerde variaties die gooien we weg en de goede die houden we. Vandaag de dag zou je kunnen zeggen dat evolutie soms een klein beetje anders werkt. Stel er ontstaat een mutatie in kippen
waardoor ze veel sneller heel erg dik worden, waardoor ze zelfs moeilijker kunnen lopen. Normaal gesproken zou je dan zeggen dat geeft een kleinere overlevingskans. Deze mutantkip sterft uit, maar wij mensen vinden dat eigenlijk wel een hele interessante mutatie en gaan juist een heleboel kopieën maken van die kip. Evolutie gaat niet eens echt over overleven, het gaat echt enkel om die voortplanting. Je moet gewoon heel veel kopieën maken van jezelf. En het maakt dan eigenlijk niet eens uit of je dat zelf doet of dat andere mensen dat voor jou doen. Zolang er maar kopieën worden gemaakt, gaat het goed. Evolutie is in principe een heel langzaam proces, generatie op generatie op generatie. Maar wij mensen willen dat soms nog eens heel erg flink versnellen. Neem bijvoorbeeld dit beestje, de peper- en zoutvlinder. Deze vlinders zijn een beetje zwart en een beetje wit. En wit had eigenlijk evolutionair de voorkeur, want dan konden ze zich beter camoufleren op bomen. Maar toen kwam opeens de industriële revolutie. En wij mensen pompten zoveel troep in de lucht dat op veel plekken de bomen zwart werden. En dus ook heel snel diezelfde vlinder. Een witte vlinder op een zwarte boom was opeens heel makkelijk te vinden voor de beestjes die die vlinders wilden opeten. En al heel snel werden alle witte vlinders zwart. Eerst had je ongeveer zo'n 1% zwarte vlinders, 99% wit. En in een paar jaar tijd flipte dat volledig om naar 99% zwart, 1% wit. Maar toen kwamen de mensen van de milieubescherming. Er werd toch wel iets minder daadwerkelijke roet uitgestoten. Bomen begonnen weer wit te worden en de witte vlinder kwam weer terug. Het is echt gewoon evolutie op een hele snelle tijdschaal. Ik denk dat ik daarmee evolutie, ja, waarschijnlijk was je er al bekend mee, maar toch nog eventjes heel snel goed en duidelijk heb uitgelegd. Hopelijk vond je het een beetje interessant, ook als je het verhaaltje globaal al een beetje kent. Het is namelijk echt van fundamenteel belang dat je dat eerst snapt voordat ik ga vertellen hoe uit het niets leven kan ontstaan. Misschien heb je op de middelbare school wel iets geleerd over de oersoep en het zogeheten Miller-Urey experiment. Daar werd namelijk aangetoond dat als je een soort soep hebt met een aantal hele kleine bouwsteentjes die gewoon normaal in de natuur voorkomen en daar gooi je een hoop bliksem op, dan kunnen daar heel soms toevallig grotere bouwstenen ontstaan die wij kennen als aminozuren. Laten we eventjes doen alsof iedere bal met een kleurtje een uniek aminozuur is. En die kunnen als een soort Lego-steentjes aan elkaar klikken in een ketting. Dat noemen we een eiwit. Dit gebeurt heel vaak willekeurig. En op een gegeven moment ontstaat er een eiwit wat een hele bijzondere eigenschap heeft. Het trekt namelijk zijn eigen bouwstenen aan. Dus het eiwit wat je links ziet is een beetje aan het ronddwarrelen. En op een gegeven moment komt het toevallig zo nog zo'n blauw balletje tegen en die blijft er gewoon rustig tegenaan plakken. Na een tijdje komt er ook een geel balletje en waarschijnlijk had je het al geraden, er komt ook nog een rode. En nu moet je heel goed opletten, want dit is waar wij allemaal vandaan komen. Deze drie gaan ook aan elkaar vastzitten en vervolgens laten deze twee dingen links en rechts elkaar los. En dat trucje kunnen ze nog een keer doen. Dit hele stuk dwarrelt een beetje verder, niet zo handig, in de soep en trekt vervolgens weer geel, blauw en rood aan. Wat we nu eigenlijk hebben is een vorm van voortplanting, maar dan in de vorm van moleculen. Is dit leven? Ik weet het niet echt, maar eerlijk gezegd maakt het ook niet echt uit. Het is wel waar het allemaal begonnen is. Er worden de hele tijd kopietjes gemaakt. En dan opeens een kopieerfout. We krijgen opeens een paars balletje. En dit zorgt ervoor dat dit nieuwe eiwit beter kopietjes kan maken van zichzelf dan de eerdere eiwitten. Het heeft dus een soort overlevingsvoordeel, eigenlijk gewoon weer evolutie, maar dan voor moleculen. Deze nieuwe keten en die oude keten zijn eigenlijk een soort vijanden van elkaar. Ze concurreren. In die balletjessoep waar ze doorheen drijven zijn maar een beperkt aantal bouwstenen en degene die daar het beste mee om kan gaan, die gaat winnen. Die bouwsteentjes beginnen op te raken, maar dan gebeurt er opeens iets heel handigs. Er is weer een mutatie en die zorgt ervoor dat dit figuurtje hier zo, dat hij iets heel handigs kan doen, namelijk die andere ketens afbreken. Opeten eigenlijk. De allereerste carnivore. Die kan gewoon zo knip deze binding weghalen, deze weghalen en dan dat blauwe bolletje voor zichzelf pakken. Je krijgt dus langzamerhand allemaal molecuulketens die elkaar beginnen aan te vallen. Maar waar aanval is, is ergens ook verdediging. De keten die je hier ziet is natuurlijk in het echt veel en veel langer. En op een gegeven moment kan het misschien een soort schild ontwikkelen. Een soort laagje om zichzelf heen, zodat hij door de andere ketens minder snel wordt opgegeten. En dan zijn we eigenlijk al bijna aangekomen bij de allereerste cel. En die gekke slierten van gekleurde balletjes willen eigenlijk meer.
meer. Dus om beter aan te vallen en te kunnen verdedigen, gaat hij misschien meerdere van die cellen bij elkaar gooien. Hey, meercellige wezens. En in plaats van alleen maar een beetje rond te drijven in het water, misschien is het handig als het zich kan bewegen, als het kan zien waar het heen gaat. Het wordt de hele tijd ingewikkelder, als het maar helpt met die overlevingskant. Dan is nu de grote vraag, waar zijn die gekke kleurenslierten eigenlijk heen gegaan? Jij bent de gekke kleurensliert. Het is misschien een beetje lullig, maar eigenlijk ben jij alleen maar een soort machine met als doel ook weer meer van die gekke kleurensliertjes te maken. Dat is het. Ik dacht eigenlijk dat leven onmogelijk uit niets kan ontstaan, maar zoals je ziet, het enige wat je nodig hebt is een molecuul wat heel toevallig kopietjes van zichzelf kan maken. Als je dat eenmaal hebt, dan ben je er eigenlijk al. Het is best interessant op welk moment we dan leven gaan noemen. We vinden vaak een bacterie wel leven, maar een virus niet. Terwijl een virus is eigenlijk gewoon zo'n kleurenketting. Die komt bijvoorbeeld jouw lichaam in en start dan allemaal rare processen, waardoor er weer meer van die kleurenkettingen gemaakt worden, waar je andere mensen mee kan besmetten, en in één keer zijn er weer gigantisch veel. Het is zo gigantisch simpel. En nu ik dat eenmaal snap, ben ik zoveel meer aan het nadenken over buitenaards leven. Het moet wel bestaan. Het enige wat je nodig hebt is de perfecte omstandigheden voor dit soort slierten om te ontstaan en zichzelf vervolgens te vermenigvuldigen. Nu is alleen de grote vraag, hoe precies moeten die omstandigheden zijn? Water is heel waarschijnlijk belangrijk, het moet niet te warm zijn, niet te koud, zuurstof is waarschijnlijk wel handig. En precies die vraag zijn biologen heel erg mee bezig. In welke omstandigheden zou leven kunnen ontstaan en voortbestaan? En op hoeveel plekken verdeeld over ons hele universum vinden wij precies die omstandigheden. Ik ben er persoonlijk van overtuigd, er moet wel buitenaards leven zijn. En niet één keer, maar waarschijnlijk duizenden keren. Maar gewoon zo ver bij ons vandaan, dat we dat buitenaards leven zeer waarschijnlijk de komende tijd niet gaan zien. Maar wel interessant om te bedenken dat misschien op een andere planeet iemand nu ook een YouTube video aan het maken is over precies dit onderwerp. Ja, dat was het eigenlijk voor deze video. Weer eens eventjes iets compleet anders, maar misschien heb je wel iets geleerd. Ik zou zeggen, geniet nog eventjes van de vraag, wat ben ik ooit en what the fuck is het leven eigenlijk? En dan wens ik je een hele fijne dag verder. Doei! Mogen je trouwens na deze video nog veel dieper willen duiken in het hele idee evolutie, is er één boek wat ik echt gigantisch kan aanbevelen. De Zelfzuchtige Genen. Selfish Gene van Richard Dawkins. Echt een fantastisch boek. Ook best wel oud trouwens. Die van mij komt uit 86 en valt flink uit elkaar, maar het is echt de moeite waard als je evolutie een klein beetje interessant vindt. Fantastisch boek. En mijn hele verhaal van hoe het leven uit het niets heeft kunnen ontstaan is eigenlijk een beetje afgeleid van het allereerste hoofdstuk. Echt de moeite waard. Kopen, lezen, goed voor je koppie. Dag!